Een bamboe heeft bijna alles. Geeft heel veel sfeer, heeft een exotische uitstraling, is wintergroen en volledig winterhard. Nou ja, veel mensen denken alle bamboes woekeren en voor een deel klopt dat. Waar ik nu tussen sta en wat je achter mij ziet, dat zijn allemaal filostachussen. En ja, die woekeren 100% zeker. Moet je mee oppassen. Maar er is één hele fijne uitzondering en dat zijn de Fargesia. En er zijn heel veel soorten Fargesia's, intussen wel tientallen verschillende soorten. Maar onthoud één ding goed. Op het moment dat jij de naam Fargesia leest, weet je zeker dat je te maken hebt met een bamboe die absoluut niet woekert. Ik zal er een paar laten zien. Dit is de Fargesia Muriellae Simba. Eerste naam onthouden Fargesia en de laatste naam, de Simba. De Simba wordt uiteindelijk zo'n 2 meter hoog. Of jij hem nu snoeit of niet, hij wordt niet hoger dan zo'n 1 meter of 2. Is daardoor ook heel erg geschikt als haag op de erfafscheiding. Hij woekert niet, hè? Daar hebben we het intussen wel over gehad. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hij heeft een fris groen blad en de twijgen die zijn eigenlijk van onder naar boven volledig groen. Dit is de Fargesia Muriellae Jumbo. En die wordt ongeveer zo'n 3 meter hoog. Mocht die jou uiteindelijk te hoog worden, is ook een bamboe prima te snoeien aan de bovenkant. Maar uiteindelijk zal die 3 meter hoog worden als je niets doet. Opvallend hier is ook weer dat frisgroene blad. En die twijgen hebben juist een wat gelige tint. Maar die jonge twijgen zijn een beetje gestreept van aubergine, groen, aubergine, groen. Dan heb je ook nog de Fargesia nitida. Wordt ook zo'n 3 meter hoog. Heeft een veel fijner blad. En die twijgen zijn ook weer een beetje gestreept van groen naar bruinig. Maar naarmate je boven komt, lijkt het wel weer bijna aubergine. Ik zei net al, ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Totdat je ze gaat vergelijken. Want als ik van de Nitida een blaadje afhaal. En ik pak van de Jumbo een blaadje. Ach, doe eens gek. Pakken we de Simba er ook nog even bij. Zo. Dan zie je op een gegeven moment dat die wat lichter van kleur is. En zie je dat deze echt heel duidelijk smaller is dan de andere. En met name met de Jumbo zit er een groot verschil in. En dan is er nog de Fargesia Jiu Saigu. Hoe? Jiu Saigu. Bijzondere daarvan is ook dat hij heel dicht van structuur is. Maar heel mooi fijn blad heeft. En dan moet je die twijgen even zien. Ook die hebben een bijna aubergine kleur. Fijn van structuur, maar wel erg mooi. Welke bamboe je ook kiest, ze hebben een aantal dingen gemeen. Nou, ze woekeren natuurlijk niet. Ze houden van wat extra water. Dus hou daar rekening mee. Hij geeft dat namelijk zelf al aan als hij water tekort heeft. Die blaadjes, die gaan op een gegeven moment helemaal opkrullen. Dat doet hij ter bescherming van de verdamping. Dus dan verdampt hij minder, heeft hij minder water nodig. Maar dat is voor jou wel een teken om die bamboe op een gegeven moment wat extra water te gaan geven. En wat ik heel erg leuk vind aan een bamboe, is hoe die groeit, hoe die hoger wordt. Want je hebt hier bijvoorbeeld, neem ik even deze, de Nitida. Dit is oud gewas. Dit is het oude gewas van vorig jaar. Dat is deze hoogte. Je ziet hier al die scheuten bovenuit komen. Als je dan naar beneden gaat kijken, dan zie je dat die rechtstreeks hier uit de grond vandaan komen. De bamboe groeit dus door nieuwe scheuten langer te maken dan de scheuten van vorig jaar. Deze scheuten zijn volgend jaar weer oud en vervolgens komen daar weer nieuwe en die zullen weer 1,5 meter hoger zijn dan deze bamboe. De meeste bamboes worden in potten gekweekt en kunnen dus 12 maanden per jaar geplant worden. De pot gaat eraf en de plant gaat rechtstreeks in de grond. En wat je dan ziet is dat hier alle wortels zitten, dat is dit hele gedeelte, en hier zie je toevallig nog wat jonge nieuwe scheuten al opkomen. Op het moment dat dit in de grond gaat, gaat dit omhoog. Nu is het een kluit van zo'n 20 centimeter en aan een jaartje of 10 moet je denken aan een kluit van ongeveer 70, 80 centimeter doorsnede. Dus hij wordt heel rustig wat breder, woekeren zal hij nooit doen. Kortom, er is eigenlijk geen enkele reden meer om geen bamboe in je tuin te nemen, zolang het maar een Fargesia is. Thank you.